In dit gedeelte ga ik jullie leren hoe je dit vloerkleed kan gaan vervormen. In Photoshop noem je vervormen transformeren. En dit is ook een fijn ezelsbruggetje, want de snelkoppeling op je toetsenbord voor transformeren is dan ook Command T. Dus klik commando aan en dan T. En dan zie je hier gelijk dat er aantal vierkantjes rondom jouw afbeelding komen. Nou, dit betekent dat je die dingen kan pakken en dat je die kan gaan gebruiken om de afbeelding te schalen. Maar je kan ook een beetje erbuiten zitten. Hey, en dan zie je dat je cursor verandert in een soort van rond pijltje. Dit betekent dat je hem ook kan roteren. Nou, en als je dan shift ingedrukt houdt, ook op je toetsenbord, terwijl je aan het roteren bent, dan zet hij hem vast op 15 graden. Dus steeds bijvoorbeeld 75 graden plus 15, dat is 90. Dat betekent dat je 90 graden gedraaid bent, dat hij perfect horizontaal gedraaid is. Nou, klik dan op het vinkje en dan is je transformatie compleet.